Volle zaal, van harte welkom allemaal. Mag ik allereerst een warm applaus voor mijn eerste tafelgast, Sharon den Adel van Within Temptation. Toen jij een klein jaar geleden op Pinkpop stond, toen had nooit iemand gedacht dat je een jaar later in de hitparade in Nederland zou staan met het nummer Ice Queen. Nee, helemaal niet. Ben je gelukkig? Ben je gelukkiger door geworden? Nou, je wordt er niet gelukkiger van, maar je wordt er wel rijker van in ervaring en zo. Het is natuurlijk hartstikke leuk om mee te maken. Ik denk niet dat elke band in Nederland dat meemaakt. Het is gelukkig toevalstreffer. Van Dikhout heeft het ook een keer meegemaakt, dat ze opeens op Pinkpop mochten spelen, weet je wel. En het is een soort gelijk iets dat je zegt van, ja, dat je opeens een hit hebt, een jaar na dato eigenlijk, of een half jaar eigenlijk, dat de single uitkwam. En hier is Ice Queen. You see.